It is time for some action. Hey, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan wij het hebben over de Grundig True Wireless Airbuds van de Action. Want ze hebben weer een nieuwe variant. Voorheen was het de Max Store. Die zijn niet meer op voorraad dat ik heb gezien. Misschien in de toekomst vind ik ze. Dan maak ik daar even een filmpje. Want ik ben wel altijd benieuwd wat we gaan krijgen bij de Action. Kortom, nieuw product. Een nieuw avontuur. En ik zou zeggen, word zeker lid van het kanaal, want ik heb heel veel dit soort producten. En ik zou zeggen, abonneer en druk op het belletje. Maar goed, laten we eens even over de specificaties. Wat gaan we nou krijgen als het daarom gaat? Oké, de Airbuds komen met Bluetooth nummertje 5. Dat kan nog wel eens verschillen met de diverse headsets die ze op voorraad hebben, maar goed. De batterij van een Airbud zelf is 40 mAh en de complete casing heeft 350 mAh in totaal. Dus je zou het hem een x-aantal keer kunnen opladen ermee. Charging time, oftewel 1 tot 2 uurtjes om te laden. En hij kan 3 tot 4 uur kunnen ze mee. Daarnaast krijgen we ook nog een Type-C cable van 50 cm. Een beetje kort. En hij komt in een magnetisch doosje. Maar goed, kijk nou hè. Kijk nou. Weet je wat we er zeggen? Met zijn lion bakkes. Dan gaan we eens eventjes kijken of wij hier dan ook blij van worden. Dus daar gaan we eens even lekker openmaken. Nou, zo'n verpakking als deze hou ik gewoon dus al niet blij van. Maar goed, daar ben ik. Laat me in de bericht achter wat jij nou vindt van deze verpakkingen. Oh jongens, echt. Dat is echt een verpakking. Want kijk, wij kunnen het openmaken. Bevalt het niet. Wordt het een beetje lastig teruggeven. Ik denk wel dat je ze terug kan geven. Mogen ze uiteraard defect zijn of zo. Maar mogen ze nou echt niet bevallen. Ja, dan wordt het toch wel een probleempje. Dus dan gaan wij eens even hier in deze video mee voor jou proberen. Oké, dat is dat heel tricky. Hier heb je de Airbuds. Of de koptelefoontjes. We gaan hem eens even kijken. Aha. Nou, hier is dan uiteraard het doosje zelf waar je ze in kan doen. Wat grappig eigenlijk dat deze transparant is. Moet je even vertellen, toen hij in de verpakking dacht dat ik mij gezet en nou geen klepje op. Oh joh. Gaan we eens eventjes de Airbuds erin doen. Ze werken magnetisch. Wat me al opvalt dat hier een soort rubbertje overheen zit. Volgens mij zitten er geen extra bij. Gaat het lekker jongens? Gaat het lekker? Ja, het gaat lekker. Oké. Even kijken, gaan die er goed in? Even kijken, vallen ze eruit? Nee, inderdaad, goed magnetisch zijn ze. Oké. Deze laten we eventjes opladen. Dat gaan we even doen. Dan gaan we zien wat we er nog meer bij krijgen. We kregen ook een kabeltje erbij. Nou ja, bij de Action mag je nou een langere kabel nodig hebben. Bijvoorbeeld als jij hem wilt gebruiken. Ik zal hem even bijpakken. Heb je nou, dit is dan weer echt weer zo'n product van de Action wat ook ideaal kan zijn. Zeg je van, ik heb meerdere apparaten zoals mijn telefoon om op te laden. Nou, ik zou zeggen, deze kan je in de muur prikken. En dan kan je bijvoorbeeld gewoon je telefoon, maar ook de Airbuds mee opladen. Ideaal, als je dat mij vraagt. Kortom, nee, ik krijg geen provisie. Dus als je tegenaf vraagt, ik dacht maar, ik deel gewoon even de tip met jou. Hier hebben we een handleiding. Zoals je ziet, hij komt in twee kleuren. Moet ik niet vergeten te vertellen, hij heeft zwart en wit. Nam de witte mee, vind ik mooi. Voor de rest, ja, alle informatie, zoals ook specificaties, staan ook allemaal naar zoals op de verpakking stond. Daarnaast ook waarschijnlijk een kort uitleg hoe je ze moet verbinden. Yeah. Maar goed, de eerste indruk. Op zich ziet het er allemaal wel netjes uit. Het klepje is een beetje dun plastic, dus ik denk dat als je hem een keer laat stuiteren dat hij kapot is. Voor de rest, of dit heel blijft, ja, dat is nog maar de vraag. Ik denk het wel. Je moet hem niet te ver buigen, want dan breekt hij gewoon zo af natuurlijk. Kijk, zoals je hier kunt zien, hebben we de informatie over de batterij van het apparaat zelf. Even kijken, hier hebben we de knop. Om voor de rest, even kijken, hebben we informatie aan de onderzijde. Nee, niet veel bijzonders. Maar goed, ik ga eens even koppelen aan mijn telefoon en dan gaan we eens even kijken hoe dit werkt. Oké, ze zijn opgeladen. Zoals je ziet, het lampje blijft knipperen. En je ziet al dat ik hem hier kan vinden. De TWS Airbuds. Vrij simpel, kan ik hem koppelen. En dat is het. Verbinding gemaakt en wij kunnen gaan muziek luisteren. En ik moet je ook zeggen, als ik dan gewoon lekker mijn soundtracks van Street of Rage 4 aan het luisteren ben. Want ik ben een echte nerd. Ik luister gewoon soundtracks van videogames. Jazeker. Maar het klinkt gewoon goed. Je hebt heel vaak bij goedkope koptelefoons dat ze heel flats klinken. Dat houdt eigenlijk in dat het midden of het laag en alles van geen van gemeten uit balans is. Er is gewoon, het klinkt van gemeten. Maar dit klinkt echt goed. De soundtracks ken ik al droom inmiddels. Maar het stereo effect is ook echt gewoon perfect. Gewoon super. Oké, nou, wat is dan eigenlijk de conclusie van deze goedkope Airbuds van Grundig? Ik moet zeggen, ik ben er best wel door verrast. Ja,
De kwaliteit van het geluid is zeker niet verkeerd. Ik heb aardig wat muziek geluisterd en ik kan eruit concluderen dat alles wel aanwezig is. Je hebt wel een beetje bas, je hebt een beetje midden, een beetje hoog. En ik denk voor het geld, ja, wij kunnen gewoon niet klagen mensen. Zoek je gewoon een goedkoop alternatief voor een beetje muziek te luisteren, is het gewoon prima. Wat ik ook wel heel fijn vond, en dat is ook een beetje wat ik laat demonstreren. Je hebt hier twee knopjes op zitten. Hier kan je eventueel ook nog wat dingetjes mee bedienen. Zoals als je een telefoongesprek aan moet nemen, bijvoorbeeld, of wegdrukken, enzovoort, enzovoort. Dus ideaal. Kijk, natuurlijk bij de luxere heb je een mooie touchscreen of touchpad erop. En noem het dan maar op. Dit is gewoon super basic en functioneel. Dus dit wat je gaat krijgen. Ik ben geen groot fan van AirBuds in het algemeen. Dus dat wil ik een banaan in mijn oor steken. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen, wordt dit van de Wicked Family. En dan zie ik je weer in de volgende video. Dus vergeet niet te liken, subscriben en druk op de bel.